Wat is het verschil tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek? Volgens mij is het bij functioneren zo dat het echt gaat over beide partijen. Dus een beetje een gelijkwaardig gesprek. Precies, two-way street. Ja. Kan je zelf dus ook wel aangeven waar je naartoe wilt, wat je voor belangrijk vindt in je werk, waar je energie van krijgt, waar je minder energie van krijgt, wat je minder leuk vindt. Ja, wat je doelen zijn, wat je wil leren. Ja. Aan de andere kant vaak je manager die daarin ook zijn of haar mening deelt over jouw persoonlijke ontwikkeling, maar ook over je werkzaamheden. Ja. En beoordelingsgesprek is daarin veel meer één richting. Daar is je leidinggevende of je manager meer aan het woord, omdat die jou gaat beoordelen naar je werkzaamheden. En vaak is het dus ook zo dat van een beoordelingsgesprek meer afhangt dan van een functioneringsgesprek. Of als je het goed doet, krijg je extra monies. Hoop je dan maar. Ik zet altijd in op extra monies. Oké. Okay. Check hier nog meer afleveringen van What the Fuck of drop jouw vraag in de comments.